denk dat we vooral als politiek zelf onze verantwoordelijkheid er moeten innemen en luisteren naar wat jongeren te vertellen hebben. Ik denk dat jongeren echt geïnteresseerd kunnen zijn in politiek als we het begrijpbaar proberen te maken en als het iets is wat echt op hun leefwereld van toepassing is. Je mag niet alleen meer over jongeren babbelen, het moet er ook mee babbelen. En je moet ze vooral ook laten zien dat je mening gehoord moet worden. Politiek staat gewoon te ver van de mensen, ja. En ook bij jongeren. En daar moet gewoon keihard in geïnvesteerd worden. Dus ik denk dat probleem niet enkel naar mijn inzicht te linken valt naar jongeren. Tegenwoordig, dat was vroeger niet, maar is het zo gemakkelijk om eigenlijk in contact te komen, zelfs met toppolitici, via sociale media zoals Twitter en Facebook. En je mocht dat zeker altijd doen, want die gaan ook echt antwoorden. Ik denk dat er heel veel mensen dat onderschatten. Dus het contact is eigenlijk veel gemakkelijker geworden. En ten tweede, dus ja, als jullie op de VLD willen stemmen, dan gaan we er alles aan doen om dus dat stemrecht vanaf 16 jaar erin krijgen. Want wij denken dat het belangrijk is om ook aan die personen een stem te geven. Want niet iedereen is inderdaad georganiseerd in jeugdwerking, in bepaalde verenigingen. En ik denk dat we iedereen er gewoon moet bij betrekken. Voor mij als politici zeg ik van niet wachten, stap zelf actief naar de jongeren toe, zoek ze zelf op, probeer ze op hun manier participatieprojecten, trajecten uit te zetten. En in participatie is luisteren, maar ook terugkoppeling is heel belangrijk. Ik denk dat politici zelf die verantwoordelijkheid moeten nemen, in gesprek gaan met jongeren, via allerlei kanalen, maar desnoods gewoon op straat. En ook de dialoog jongeren ook. Het is hier al gezegd, spreek politici aan, die zijn tegenwoordig heel belangrijk, heel gemakkelijk te bereiken. Die zijn heel... gemakkelijk aanspreekbaar ook via die sociale media. De ouderen die zijn daar iets minder snel mee, maar zeker de jongeren. Spreek die aan, zeg waarover het gaat, zeg wat er op uw hart ligt. Dat is ook de enige manier waarmee dat ze er op de hoogte van gebracht worden. Hè? Waarmee dat ze het kunnen doen. Als ze het niet weten, als ze zich niet van bewust van zijn, gaan ze gewoon door. Dus roep op tijd, stop en spreek ze aan.